bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je gewoon een spa-dagje kunt doen at home, lekker thuis. Je hoeft niet naar buiten te gaan. En dat is vooral nu heel fijn met corona en zo. Is het fijn als je gewoon vooral binnen kunt blijven. Dus ik ga laten zien hoe ik altijd mijn gezicht verzorg. Dus dit is basically gewoon een hele uitgebreide skincare routine. Ik ga vandaag alles doen. Ik ga mijn gezicht helemaal schoonmaken. Ik ga hem goed verzorgen. En ik ga laten zien hoe ik dat doe. Dus ben je nu al benieuwd? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, zoals je al kunt zien heb ik superveel make-up op. Dit gaat er helemaal van af. Als je benieuwd bent naar deze make-up look, die heb ik gemaakt in een video. In de video waarin ik de Revolution Glow collectie heb getest. Dus ga nadat je deze video hebt bekeken, zeker ook die video bekijken om deze prachtige make-up look te zien. Maar dit gaat er nou af. Dus voordat ik überhaupt kan beginnen, moet heel mijn make-up eraf. Dus nep wimpers kunnen weg. En ik ga ook mijn handige haarband dingetje opdoen waar Oh My God op staat. Deze heb ik gewoon van de AliExpress. Lekker goedkoop. En dit doe ik altijd op om mijn haren naar achteren te houden als mijn haar los is. En zoals vandaag is mijn haar al vast. En dan doe ik het gewoon zo dat er niet allemaal spul en water en zo in mijn haar komt. Ik begin altijd met het eraf halen van mijn oogmake-up. Daarvoor gebruik ik mijn Kanye oogmake-up remover. Deze vind ik echt super fijn. Vooral wanneer ik echt heftige oogmake-up op heb, zoals vandaag, moet het echt eventjes snel eerst. Oké, oogmake-up is eraf. Lipstick heb ik er ook mee afgehaald en mijn wenkbrauwen. Nou ga ik mijn hele gezichtsmake-up eraf halen met deze olie. Deze is van Nove Experts of zoiets. Is te koop bij de Easy Paris. Is al wel bijna op. Ik ben er echt hard heen gegaan. Deze ga ik even gewoon aanbrengen met mijn handen over mijn hele gezicht. En dan zo mijn make-up eraf halen. En dan heb ik mijn handige make-up wipe van de Boosie Shop. En die maak ik nat en daarmee haal ik alle olie er zo helemaal vanaf. Zo, heel mijn gezicht is schoon. Nou gebruik ik mijn toner. Deze is ook al bijna leeg. Zoals je kunt zien, dit is ook echt de beste toner die er bestaat gewoon. Focus, ja. Deze gaat ook echt heel lang mee. En die breng ik dan nog een beetje aan op een wattenschijfje. En hiermee ga ik nog even over mijn hele gezicht. Om al het make-up wat er nog eventueel een beetje op zit eraf te halen. En om de pH-waarde van mijn gezicht te herstellen. Er zit toch altijd nog een beetje make-up. Hoeveel make-up je er ook afhaalt. Toch is er altijd nog een beetje wat een beetje overblijft. Oké, de stap die ik nu ga doen is dat ik mijn hele gezicht ga scheren. Ja, je hoort het goed. Ik ga mijn hele gezicht scheren. En hiervoor gebruik ik dit kleine scheermesje. Die heb ik ooit gehaald in zo'n pack bij de Action. Maar ze zijn al op. Dit is mijn laatste. En ik ben op zoek gegaan bij de Action, maar ik kan ze niet meer vinden. Dus als iemand weet waar ik nog dit soort mesjes kan halen, dan hoor ik het graag. Ik gebruik elke keer een nieuw mesje en ik doe dit ongeveer 1 keer in de maand. Wat ga ik doen? Ik ga letterlijk mijn hele gezicht scheren. Dus al dat fuzz, al die kleine haars die allemaal op je gezicht zitten, die haal ik er helemaal van af. En dat gaat ervoor zorgen dat mijn huid helemaal smooth wordt. En vooral je make-up gaat er dan heel mooi op, omdat er niet allemaal van die haartjes zitten. Wat ik dan doe, het is belangrijk dat je je huid strak trekt voordat je dit doet. Dus bijvoorbeeld, ik begin hier. Ik doe altijd dit helemaal weg. En dan trek ik mijn huid strak en dan ga ik zo omlaag scheren. Gewoon rustig aandoen, want als je te hard gaat, dan kun je misschien je gezicht kapot scheren. En zo haal ik gewoon al die haartjes, gaan er gewoon zo helemaal vanaf. En nee, je krijgt niet meer haar terug. Dat is echt zoiets wat altijd iedereen denkt, maar echt totaal niet is. En wat ik dan ook gelijk pak, zijn al mijn wenkbrauwhaartjes hier. En dan trek ik het weer hier strak en dan ga ik zo al die haartjes hier weghalen. Nu ga ik mijn gezicht lekker scrubben om mijn huid extra schoon te maken en om alle dode huidcellen weg te halen. Ik gebruik deze scrub van Pixie van hun Milk collectie. Dit is de Hydrating Milky Peel en hiermee ga ik mijn hele gezicht scrubben. Scrubben doe ik voor ongeveer een minuutje. Ik scrub best wel vaak ongeveer om de dag. Eerst scrubde ik echt elke dag mijn gezicht. En dat mag in principe ook. Je mag elke dag scrubben, alleen merkte ik toch aan mijn gezicht dat het iets te heftig was. Dus mijn gezicht werd een beetje rood en beschadigd. En als je dat ziet, dan moet je echt even stoppen met scrubben. Dus nou scrub ik ongeveer om de dag.
Mijn huid voelt nou zo schoon aan. Echt, I love it. Wat absoluut niet mag missen bij een spa-dag is natuurlijk gezichtsmaskers. Ik gebruik er twee. Het gezichtsmasker die ik gebruik hangt er vanaf wat ik wil voor mijn huid. Is mijn huid een beetje droog, dan pak ik een masker die hydrateert. Is mijn huid een beetje vies, heb ik een beetje puisten en dat soort dingen, dan pak ik vaak een klein masker. Dus het hangt er vanaf hoe mijn huid is. Is mijn huid dof, dan pak ik een glowy masker. Dus op die manier hou ik het gewoon een beetje bij. Het masker die ik nou ga gebruiken is van Peter Thomas Roth, hun Gold Mask. Dit is een duur masker. Hij is te koop bij Beauty Shop, maar hij is wel waard. Het is echt een anti-aging masker en hij voelt super fijn aan de huid en geeft ook echt een glow. Dus deze ga ik aanbrengen op mijn hele gezicht. En dan gebruik ik ook mijn Biore Pore Strips. En die gebruik ik dan voor op mijn neus. Dus deze breng ik eerst aan. En ze hebben echt nut. Ik raad ze echt aan. En zowel de strips als dit masker moeten allebei een kwartiertje op. Dus ik ga eerst even de strip aanbrengen voor op mijn neus, voor al die blackheads. Ik maak het hier even een beetje nat, want het moet, anders blijft ze niet plakken. En dan heel goed aandrukken. En op de rest van mijn gezicht breng ik dan dit masker aan. Zo, nou dit zit. Het hele masker zit erop. Dit ga ik nou even een kwartiertje oplaten. Ik kom over een kwartiertje bij jullie terug. I'm back. Er is een kwartier verder, dus alles mag eraf. Ik haal eerst deze strip eraf. Dat doet altijd een beetje pijn. Oh my god. Ik wil altijd zien wat erop zit. Dan ga ik ook het hele gouden masker eraf halen. Daarvoor gebruik ik weer dit ding. Ik heb een hele rare tik. Is het een tik? Ik weet niet. Een raar ding van mij. En dat is dat ik er niet tegen kan als er water komt in mijn gezicht. Normale mensen gaan dan gewoon met hun hoofd bij de kraan hangen. Gewoon watersplash in het gezicht. En zo het gezicht schoonmaken. Ik kan daar niet tegen. Ook in de douche. Er komt geen water in mijn gezicht. Ik heb dat ding waar water uitkomt altijd gewoon zo hier vast. Want er mag geen water komen in mijn gezicht. Ik ben echt super weird. Dus ik haal het hiermee eraf. Zo, helemaal verzorgd, helemaal schoon. I love it. Gewoon echt alsof ik gewoon naar een schoonheidssalon ben gegaan of zo. Oké, de volgende stap is iets wat redelijk nieuw is voor mij. Deze stap is in samenwerking met Swiss Clinic. Hier staat hun naam, Swiss Clinic. En ze hebben mij een rollertje opgestuurd. Roller, Derma Needle heet het volgens mij. En hiermee ga ik mijn gezicht rollen. Dus dit is voor mij iets redelijk nieuws. Niet heel nieuw, want dit is een soort van roller. Maar ik heb al zoiets hier. En dit is ook zo een naald. Maar hiermee moet ik altijd in mijn gezicht drukken. En dit is dus een roller. Dus het is een soort van half nieuw voor mij. En ik ga dus nou even dit product gebruiken. Ik ben heel benieuwd, want ik heb het nog nooit gedaan. Ik haal het even uit de verpakking. De verpakking is echt ultra luxe. En dan is dit het doosje. En dan zit zo hierin de naald. De naald, ik bedoel de roller. Hier is de roller. En dan heb je hier drie van die kopjes. Die erop kunnen in verschillende maten. Hangt er vanaf wat je wilt. Ik heb hier een roller van 0,2 mm, 0,5 mm en 0,5 mm voor het lichaam. Want dit kan ook voor op het lichaam. Ik ga het lichaam vandaag overslaan, want ik doe aan een zelfbruining. En dan kan ik niet allemaal met de naald over mijn lichaam gaan, want dan haal ik alles eraf. 0,2 mm is voor de gevoelige huid of voor mensen die net beginnen en dat soort dingen. En 0,5 is echt gewoon de normale maat voor gewoon je gezicht. Ik neig naar gewoon naar 0,5 gaan, maar ik ben een beginner en mijn huid is een beetje gevoelig. Dus dan is het ook misschien handiger als ik voor 0,2 mm ga. Oh my god. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Wat ik ook erbij heb gekregen is een cleaning spray. Is om de naald schoon te maken daarna. Is ook handig. Je moet hem wel echt schoonmaken. En ook je huid moet helemaal schoon zijn. En hier heb ik van hun ook het serum. Die moet daarna op. Dus ik ga eerst beginnen met rollen, jongens. Ik ga gewoon beginnen met de 0,2 mm. Omdat ik toch niet helemaal weet hoe mijn huid gaat reageren en zo. Dus laat me maar gewoon even normaal doen. En dan erop klikken. En dan heb je hier gewoon de roller. Ik haal even de dings eraf. Kijk, dit is dan de roller. En het is vol met allemaal van die kleine naaldjes. En hiermee moet je dan over je gezicht gaan rollen. Op hun website staat ook wat het nou allemaal precies doet. Dit is dus goed voor mensen met acne. Als je oneven pigment hebt op je huid. Voor rimpeltjes, voor grote poriën, voor stretch marks en voor haarverlies. Dus daar is het allemaal goed voor. En de roller zorgt er ook voor dat alles wat je er daarna opsmeert. Zoals hierna ga ik dus
dit serum aanbrengen. Dat gaat er dus voor zorgen dat die 3 keer zo goed wordt opgenomen in de huid. En dat weet ik al, want dat doet die naald voor mij ook. Dus dat is allemaal top. Dan moet je gewoon zo gaan rollen. Oké, je moet zo omhoog en omlaag of zo. Oké, dit voelt heel raar. Ik voel echt elke naald over mijn huid gaan. Omdat ik dit dus al wel een beetje ken van die naald die ik heb, is het niet echt een hele grote shock voor mij of zo. Ik ben echt benieuwd wat dit gaat doen voor mijn huid en of ik echt verschil ga zien. Er komt dus sowieso nog wel een update, want ja, na 1 keer denk ik niet dat ik heel veel verschil ga zien. Oké, nou dit is helemaal gedaan. Ik voel gewoon nog allemaal zo op mijn huid alsof het een beetje prikt of zo. Super weird. Nou ga ik dit serum aanbrengen. Oeh, wat een mooie luxe verpakking. Kijk even dit. En er staat op de site, dit is ook weer anti-aging. En het hydrateert dus obvious en het geeft een glow aan je gezicht. En dat vind ik allemaal top, want mijn huid is droog en dof. Dus dat heb ik echt nodig. En het is geschikt voor elke huidtype. Dat is helemaal top. Deze ga ik even aanbrengen. Mijn huid voelt zo zacht aan. Niet te doen dit. Oeh, dit ruikt echt heerlijk. Dit is echt top. Ja, je kunt niet echt iets zien aan mijn huid, obvious. Maar ik ga zeker nog een update aan jullie geven later. Als ik dit vaker heb gebruikt. Want ik ben heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. En ik ga hem ook echt vanaf nu echt vaker gebruiken. Want ik ben echt heel benieuwd. Maar tot nu toe vind ik hem echt heel fijn. Hij voelt fijn aan mijn huid. Je voelt ook echt dat je iets hebt gedaan met je huid. Ook toen ik het aan het insmeren was. Je voelt echt dat het een beetje anders aanvoelt of zo. Ik kan het niet heel goed uitleggen, alsof het allemaal een beetje prikt. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. We gaan weer verder met rollen, maar nou een andere roller. Ik heb deze van Revolution. En dit is zo'n stenen roller. En deze gebruik ik altijd nadat ik een serum of een olie heb aangebracht. Deze is ook lekker cool. En dan ga ik gewoon zo over mijn gezicht heen. En dit gaat ervoor zorgen dat de bloedcirculatie in mijn gezicht beter gaat. En dat alles wat ik net heb aangebracht ook beter wordt opgepakt door mijn huid. Dus ook een beetje wat die skin roller doet van net. Maar dan nou daarna. En het is cool, dus ik pak altijd deze kleine. En dan ga ik zo hier zo, om het daar allemaal een beetje minder puffy te maken. Of hoe ik het ook kan noemen. Dan als laatste crème heb ik mijn nachtcrème. Hangt er vanaf of ik ga slapen of dat ik dit in de ochtend doe. Ik doe dit altijd in de avond. Dus daarna kan ik mijn nachtcrème opdoen. Doe jij dit in de ochtend, doe dan je dagcrème op. Ik heb hier van de Ritual deze nachtcrème. Deze is super fijn. Hij is een beetje prijzig. Alleen je hebt echt niet veel nodig. Dus dat is top. Ik breng die altijd aan samen met mijn buffet of buffet serum. Van The Ordinary. Deze mix ik gewoon in mijn handen allebei. En dan breng ik die gewoon zo tegelijk aan. Kijk, dan heb ik hier de nachtcrème en een beetje van dat serum. En dan breng ik dit gewoon zo aan. En vergeet ook niet je nek. Die moet ook altijd mee worden ingesmeerd. En vergeet niet je lippen. Die smeer ik ook altijd in. Ik gebruik hiervoor gewoon een Vaseline. Dus van alle dure crampjes voor de lippen die ik heb en al die dingen gebruik ik gewoon alsnog mijn cheap ass Vaseline. Omdat die gewoon echt het beste werkt. Dit is echt een belangrijke stap voor mij. Want ik heb echt droge lippen. Dus dit moet ik altijd doen. Maar of je nou droge lippen hebt of niet, ik zou dit sowieso altijd doen. En dan zijn we klaar. Onze spa day is helemaal afgelopen. Dit ding kan weer af. Mijn huid voelt nou zo goed aan. Dat komt echt door je roller sowieso. Door het scheren, door het scrubben. Al die dingen gaan er echt voor zorgen dat alles gewoon zo mooi, schoon en zacht aanvoelt. Ook die strip hier is echt geweldig. Dus ja, dit is wat ik altijd doe als ik er echt de tijd voor neem om echt mijn gezicht goed te verzorgen. En dat is heel belangrijk, vooral in de branche waar ik in zit, de beauty branche, is het gewoon echt heel belangrijk dat ik mijn gezicht altijd heel goed verzorg. Of je nou in de beauty branche zit of niet, het is gewoon sowieso altijd belangrijk om je gezicht goed te verzorgen. Dus vergeet niet altijd je make-up eraf te halen en al die cliché dingen en drink veel water. Nou mensen, dat was het dan. Dit is mijn spa-dag routine. Ik hoop dat iedereen heeft genoten. Let me know wat je ervan vond en wat voor soort producten jullie gebruiken en dat soort dingen. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doei doei!